Deze twee vrouwen gebruiken een gestolen bankpas om op verschillende plaatsen te pinnen. Ze halen zo heel veel geld van de rekening van hun slachtoffer. Zoveel dat de bank contact opnam met de eigenaresse van de pas. Maar het was toen helaas al te laat. Aan u de vraag, wie zijn deze vrouwen?